Het is een bijzondere dag vandaag hier in de Sint-Jan. Want na een maand dat de kerststal hier heeft gestaan, wordt die vandaag door heel veel mensen afgebroken. En ik ga een handje helpen. U bent de ontwerper van de kerststal. En hoe lang doet u dat al? Dit is nu het vierde jaar dat ik een ontwerp maak. Ja. En de ontwerpen die zijn altijd aan een thema gerelateerd? Ja, dat thema dat horen we zo'n beetje rond juni, juli. Ook wel eens wat later. En dan naar aanleiding daarvan gaan we kijken wat we kunnen ontwerpen en wat we kunnen doen. Wat is uw functie? Nou, ik bouw de kerststal mee op en ik breek hem mee af. Ik doe het ongeveer 8 jaar. Eerst deed ik het altijd in de avonturen, omdat ik overdag moest werken. Ik deed dus heel veel 's avonds bouwen. Maar ja, nou ben ik gepensioneerd en dan kan ik het dus overdag doen. Wat was het thema van dit jaar? Vissers van mensen. Dus eigenlijk het beeld een beetje een vissers thema eigenlijk uitgebeeld met netten, met vuiken en veel water natuurlijk. En vissen uiteraard, dus daar kon je best wel iets mee doen. En wat vindt u daarvan? Heel leuk werk, ja. Ja, en vooral voor de mensen als je het commentaar hoort. Ik loop regelmatig, ga ik door bij de mensen langs die in de rij staan. En dan vang ik het commentaar op. En dan vertel ik even iets over de kerststal opbouwen. En dan snappen de mensen niet of we zo lang bezig zijn. Want hoe lang zijn jullie bezig met het opbouwen? Dus de ontwerpen die krijgen dus in juli, augustus meestal het thema. In september komt de aannemer om de stijgers te plaatsen. En dan beginnen wij dus langzaamaan met de andere mensen de kerststal op te bouwen. De dieren uit de kerststal van de Sint-Jan die worden opgeslagen in de opslag hier achter mij op het Sint-Janskerkhof. En ik ga even een kijkje nemen. We staan hier in de opslag van de dieren. En hoeveel dieren staan hier nou? Nou, op het moment staan er niet zo heel veel, maar we brengen ze hierheen. Maar als we alles hier in de kluis hebben, we noemen dit de kluis, zijn het er 136 dit jaar. Er vallen eraf en we kopen er weer bij. En die worden dan gedroogd. Na de drogen komt preparateur. Elk dier of elk beest wordt apart ingespoten, nagekeken, schoongespoten. En dan gaat die op slot voor een jaar. Dus komen er echte jaren hier niet in. En er zit kamfer en andere ongediertebestrijdingsmiddelen. Het is dus ook nog onhygiënisch, niet gezondheidstoestanden. Dus we sluiten hem echt helemaal af. En na een jaar gaat hij weer open. Dan halen we er alles weer uit. Wat we nodig hebben. Dit jaar hebben we alles gebruikt. Dat doen we niet elk jaar. Dat ligt een beetje aan het thema wat de plebaan aangeeft. Die geeft het thema aan. En dan daarvan doet de ontwerper een ontwerp maken. En de dieren die we daarbij nodig hebben, die gebruiken we dan. En hoe komen jullie aan die dieren? Ja, dat is een heel verhaal. Maar in principe kopen we ze. Hè? Soms kopen we ze. We krijgen er ook wel eens cadeau. We hebben die twee hertjes die achter die trap. Daar zie je er één staan. Die hebben we cadeau gekregen van een dame die had er twee. En die vond het zo leuk dat ze in de kerststal terecht zou komen. En nou, daar hebben we dankbaarheid aanvaard. Die worden getest, gekeurd of alles goed is. Of er geen ongedierte in zit. En dan, ja, dan gebruiken we ze gewoon. Dus dat deels komen ze soms van schenkingen. Het grootste deel hebben we gekocht.
Hoe is het voor u om de kerststal af te breken? Nou, in het begin ben ik er even bij om te zeggen van nou, dat kan weg en dat kan bewaard blijven, bij wijze van spreken. Maar zoals je hem dus met plezier eigenlijk opbouwt, zo zeg je van nou, we kijken weer volgend jaar wel weer op een nieuw thema wat we daar weer kunnen met z'n allen kunnen doen.